Nederland. Er doen veel jonge toptalenten mee op deze afstand. De eerste rit is tussen Leon Harteveld en Manouk van Tol. Ready. En inderdaad, de ene 500 meter is de andere niet. Want hier gaat het dus niet om echte Olympische kanshebbers. Al waren er af en toe vrouwen die zich wel lieten zien. Zo kon Ter Mors mee met de wereldtop. Zo was bijvoorbeeld ook Floor van der Brand ooit vierde op een wereldbeker. In dit Olympische cyclus, dus tussen 2014 en 2018, eindigen zij twee keer als vierde. Maar lang geleden. En de verschillen zijn groot, want dit wereldbekerseizoen schaatsen de Nederlandse vrouwen internationaal gezien mee in de achterhoede. Van Tol, 40-0-0, 39-97 voor Harteveld. Wat zijn dan de lichtpuntjes voor Nederland? Nou, als je kijkt naar dit veld, hier staat Marit Leenstra. Hebben we vier hele talentvolle junioren aan de start. Kijk, want dit is de lijst van wat was. Boer, Van Riessen, Oenema gestopt, Gerritsen gestopt. Das, Van Beek en Leenstra, die zijn hier nog wel. Smit ook. Maar de aansluiting van al die jonge meiden die dat gat zouden moeten vullen, die zijn er nog niet. Sanneke de Nering zou dat moeten kunnen. 21 jaar oud, nationaal kampioen sprint geweest. Schaats tegen Van der Schaar. Die reed wereldbekers al dit seizoen. Veel vrouwen hebben een kans gekregen om internationaal te rijden. Maar het is moeilijk om je er dan tussen te rijden. Goede opening voor de Neling die eigenlijk moet hebben van de kilometer en het daar niet zien. Op de eerste dag. Kan er wel eens een uitschieter hebben. Daar ging het mis voor de Neling. Kan ze hier revanche nemen? Ze was de nummer 3 op de nationaal kampioenschap. Sanneke de Neling. Klein missetje. Snelheid is hoger. En finisht in 38-64. En dat is een goede tijd. En niet voor niets dat ze de hand omhoog reikt. Dit is wat zij nodig had. Dit is wat de Neling nodig had na die kilometer. Dit is ook een tijd waarmee je bij de beste drie kunt scharen. Dat beseft zij zich ook. Dit kan de derde tijd zijn. Onder de 39 seconden. Mis op de kilometer en misschien wel raak op de kortste afstand voor de Neling. Het hoort ook bij de jeugd, wat wisselvalligheid. Ter Mors won de nationale titel met 38-51 en tweede werd Leenstra met 38-88. Dus een goede 500 meter voor de Neling. Van Beek dan tegen Van Hemert. Ready. Van Beek reed op de Olympische Spelen in Sochi op deze 500 meter, de 16e plek. Die moet het hebben van de langere sprintafstanden. De 1000 zat ze naast de top 3. De 1500, dat wordt haar grote kans. Opent 11-2, lever je meteen 4-10 in. En kun je dat nog goed maken? Nou moet je een dijk van een ronde rijden. We zagen de snelheid bij de Neling naar de 52 km per uur bij het uitkomen van de bocht. Van Beek rijdt harder heen. Ja, maar die heeft wat ingeleverd bij de opening. Van Beek komt nu op stoom, maar de 500 meter is te kort. 39-36 voor Lotte van Beek, 17e achter Sanneke de Neling. Ja, en kijk naar de rondetijd van Van Beek, 28-1. Daar noteerde Sanneke de Neling 27-8. Dit seizoen onder de 39 seconden op zeeniveau. Leenstra, Ter Mors en dan Smit, De Jong, Van der Brand, Leerdam en Das. En wat dus opvalt is dat Leenstra en Ter Mors deze 500 meter eigenlijk vooral gebruiken als bijnummer. Straks ook op de Spelen zal Leenstra niet denken dat ze bij de beste kan rijden, maar zal ze denken dat is een lekkere voorbereiding voor de 1000 meter of de 1500 meter. Twee jonge talenten. Drost tegen Weland. Vals. Met een herkansing. Drost mocht de wereldbeker in dit seizoen. Weland, een talent.
staat nog niet op de loonlijst bij een commerciële ploeg, maar zou zo met Lotto Jumbo mee kunnen, want zegt zelf staat op de loonlijst van de Jumbo. Part-time dat wel als cashier in Lisse. Maar Drost en Weland zouden dus bij die generatie kunnen horen, die zich hier kunnen laten zien, zoals dus net de Neling al deed. Bal gestart, binnenbaan. Go to the Friesland start. Heeft weer een brede sprintselectie. Hospes, Ikema als trainers. Zij was de nummer 8, Drost op het NK. Ready. En gelukkig weg. Gisteren gezien wat dat kan betekenen natuurlijk bij de toppers. Drost sneller op de eerste meters. Kan ze ook naar de 10-8. Oeh, een missertje daar bij Drost. Op een 10-9 tegen 11-3 voor Weland. Dat is te langzaam. Het is een mooi moment om je te kunnen laten zien voor volle 10-half tribunes op een toernooi waar zoveel spanning op staat. 38-64, dat is de tijd van de Neling. Ook 21, net als Weland. Drost, 19 jaar oud. En Drost wint van Weland. Doet wat ervaring op met deze 39-88. Daar 4/10 boven haar persoonlijke record. En dat is 40-17 voor Weland, ook ver boven haar PR. Ja, dat is dan jammer. Dit zijn de omstandigheden dat het kan. Het is weer goed gevuld. Je moet, en de Neling rijdt een beste 10-half tijd. Dat betekent wel wat. Deze Sanneke de Neling, die dus aan de leiding gaat met 38-64. Maar hier de eerste echte concurrent voor die tijd voor Sanneke de Neling. Anis Das, 31 jaar oud. Reed op het WK vorig jaar, werd toen 22e. Ze rijdt tegen Marion Kuipers. 5 jaar lang in de top 10 op de 500 meter op NK's, maar zelden in de prijzen. Das greep ook naast de topplekken op de kilometer. Dacht heel even dat ze kans had. Dat was een foutje in de tijdverneming. Stond eventjes vierde. 10-6 is erg sterk van Anis Das. Serieuze opening voor Anis Das, die ook wel eens laag in de 38 zou kunnen rijden. Dan moet het op die ronde goed zitten. Ja, hij moet lang boven die 52 blijven. Doorversnellen in die laatste buitenbocht. Anis Das. Voor een plaats op de Spelen. Moet nu alles bij elkaar houden. Voor Kuipers blijven. En dan ook nog sneller zijn dan de Neling. Met 38-64. Hier is 38-42. 2/10 sneller dan de Neling. En dan is het juichen voor Das. En de teleurstelling bij de Neling. Pakt hem in de rondetijd. Uitstekende race zeg. 27-7, 10e sneller, maar met name door die opening van 10-63. En dat is een echte goede tijd, want bij de NK-afstanden werd Ter Mors eerste met 38-51. Met deze tijd was Das Nederlands kampioen geworden, een paar weken geleden, een paar maanden geleden. Mooi. Dat is een jongen, 19 jaar, eerstejaars neo-senioren. Das dus nu de snelste. En 2 jonge vrouwen van Elst, 19, Voskamp, 20 jaar oud. Het zijn vrouwen die we in de toekomst gaan zien, veel gaan zien, want het niveau ligt hoog. Van Elst, de nationaal kampioen junioren op de 500 meter vorig jaar, op achterstand van Voskamp. Voskamp een sterke opening, hebben we hier ooit haar eerste 39 gezien rijden op een enkele afstanden. Zou ze nu naar die 38-0 kunnen? Ideale kruising hier. Heeft een persoonlijk record van 39-15. Voskamp die wat tegenslag had, een gebroken pols voor het begin van dit seizoen. En hier heeft ze snelheid. Hier is ze sneller dan haar directe concurrent. En gaat ze net niet door de grens van de 39 seconden heen. 39-04, een persoonlijk record voor Voskamp. Van Elst met 39-47 op plaats 8. Dan laat je zien, dan laat je zien dat je op belangrijkste momenten je beste race neer kan leggen. Ja. En we hebben het over lichtpuntjes gehad. De tijden tot nu toe, met name de 38-4 van Das is goed. Ook de Neling. Maar nu aan de start 2 meisjes die volgend jaar nog steeds junioren A zijn. Zij dus eerstejaars A. Michelle de Jong, de zus
jongere zus van Antoinette de Jong. Ziet u de gelijkenis? 18 jaar oud. En ze schaatst tegen Femke Beuling. Daar zit Antoinette in de rode of oranje jas links. Aandachtig toeschouwer voor deze witte steer. En daar Beuling. Ook een geduchte concurrent op deze leeftijd. 18 jaar oud. Ready. Beuling in de buitenbaan reed op haar 14e al in de 39 seconden. Groot sprinttalent. Maar de 100 meter... Oh nee, wat misser van de Jong. Misser van de Jong. En die moet het eigenlijk hebben van die eerste 100 meter. Valt er nog mee de 10-9. 10-7 voor Beuling. Beuling mocht de wereldbeker in Heerenveen rijden naar de 7e plek op het NK. Heeft een persoonlijk record van 39-14. Charlotte de Jong, 100ste dag. Beuling, had je al Thijs. Slordige 500 meters voor beide jonge dames die nog de tijd hebben natuurlijk om te groeien. Maar kijk eens naar die tijd. 38-68 Femke Beuling. Wat een fantastisch PR zeg. Het eerstejaars A-junior. Zo zeg. Met hand op het ijs is dat een prachtige tijd. En maar een fractie boven het nationaal record junioren. Van Annette Gerritsen, gereden op hoogte in Salt Lake City van 38-57. Ja. Prachtige talent race. Hebben we genoeg. En hier met misslagen blijft Michel de Jong overeind. Ja, dan is je 500 meter weg. Foutjes, maar je maakt foutjes als je sneller gaat dan dat je ooit bent geweest. Keurige race voor deze eerstejaars junioren. En als zij dat kan, wat kan dan de beste junioren van dit moment? Go to the start. De nationaal kampioenen sprint bij de junioren. Jutta Leerdam, ook 18 jaar oud, ze staat rechts. Ze schaatst tegen Marit Leenstra. Zij is de beste Nederlandse 500 meter rijdster van het seizoen, internationaal gezien. Zo'n record reed Jutta Leerdam bij de NK junioren sprint in 38-82. En ook Leenstra reed een persoonlijk record. Opening 10-8 voor Leenstra, 10-7 voor Leerdam. Uitstekende opening voor Jutta Leerdam. Een tiende sneller dan haar persoonlijk record. Leenstra kan jagen, heeft de snelheid, heeft die kilometer al binnen. Ze is al binnen via dit Olympisch kwalificatietoernooi. En wil ook de plek op de 500 meter graag. 38-42 is de tijd van Anis Das. Hier komt een 38-52. Een tiende achter Das. Das blijft de leiding houden. En gaat zich zekerder en zekerder voelen met nog maar 2 ritten te gaan. En pseudo-record voor Jutta Leerdam in 38-70. Ideale gang maken voor Leenstra hier. Mooi richtpunt voor Marit Leenstra. Die voorlopig op plaats 2 staat. Achter Anis Das. 4 vrouwen nog aan de start. Ook zij bespreken de tijden. Als we gaan kijken naar Janine Smit tegen Letitia de Jong. Twee vrouwen die zich ook bij die beste 3 kunnen scharen. Ready. Smit, goed dat ze hier weer schaatst, viel hard op haar knieën in Salt Lake City. Ging huilend van het ijs en strompelend het vliegtuig naar huis in. Opening voor Smit in 10-6, de Jong in 10-8. Maar om 10e naast de plekken op de 3 kilometer. Met die gehavende knieën, een keurige opening voor Smit. De Jong moet het hebben van de ronde, maar die moet er 53 km per uur in. En dat doet ze. Dat doet ze. Letitia de Jong, de nummer 3 op de 1000 meter. Dat bleef ze net niet. Dat was voor haar vriendin Wüst. Hier gaat ze naar 38-58. Staat ze op 3, maar dat is niet genoeg. Wie weet ook Wüst. Die finish kwam misschien wat te vroeg overeind. 3 vrouwen binnen 22 honderdste. Das op 1, Leenstra 2, de Neling. Daarachter. 1 rit nog te gaan. Smit en de Jong, dus buiten de topplaatsen. 1 Das, 2 Leenstra, 3 de Neling. Nee, 3 de Jong. Staat verkeerd in de computer die wij hebben. Dit is de laatste rit voor Van de Brand. Met een persoonlijk record van 37-76. Zij werd al een keer 4e in het wereldbekerseizoen. De vorige wereldbekercyclus. Ter Mors, 28 jaar oud.
de Nederlands kampioen op de 500 meter. Ready. De winnaar ook van het Olympisch kwalificatietoernooi op de kilometer met een vals. En dan gaat de spanning toch weer toenemen. Gisteren een tap. Een van de toppers. En dat is deze Ter Mors ook op dit veld. In deze 500 meter. Eén Das. Twee Leenstra. Drie De Jong. 38-42, 38-52 en 38-58. Dat moet Ter Mors kunnen rijden. Kan Van der Brand dat ook. Haar PR in Heerenveen is sneller. Ready. Klein missetje bij Van der Brand. Die moet het hebben van die eerste meters. Ja, in het jaar dat het zo goed deed, het jaar na de Spelen, opende ze regelmatig in de 10-4. 10-3 zelfs. Hier 10-45. Uitstekende opening van Van der Brand. 10-9 voor Ter Mors. Dat is mager. Is weer wat voorzichtig. Had ook wat moeite met de opening op de kilometer, maar daar werd ze toch eerst. Ligt nu ver achter. En kijk naar de kilometers per uur. Ter Mors moet komen. Jorien Ter Mors moet die tijd van Das aanvallen. 38-42. Je moet bij de beste drie. Dat is 38-58. Nou, blijf achter op Van der Brand. Ja, Van der Brand gaat hier winnen van Ter Mors. Dat is een verrassing. En beide niet bij de beste drie. Dan gaat Das naar de Spelen. Leenstra en De Jong. Als de matrix kan worden ingevuld. Zoals met alle voorbehouden natuurlijk. Maar zij hebben de beste drie plaatsen. En mochten er 500 meter schaatsen naar de Spelen gaan, dan zullen zij dat zijn. Anis Das, wat een enorme verrassing voor Das, die moeilijke jaren kende. Met schildklier, met de knie. Misschien wel even aan stoppen moest denken. Maar zij heeft een prima uitgangspositie voor een plaats in Korea zo dadelijk. En bleef doorgaan. Is van de generatie. Heeft nog gereden met Margot Boer, Annette Gerritsen. 31 jaar. Volhouden. Volhouden. En dan moet het een keer lukken. En Letitia de Jong. Derde. Ja, ze kan haar vreugde niet kwijt. En dit is de verrassing van deze 500 meter. Natuurlijk, van tevoren wist ze niet zeker of ze die 500 wel zou rijden. Maar ze zou toch wel bij de beste drie zitten, Ter Mors. Zij is in de afgelopen jaren de beste 500 meter schaatser van het hele stel. De nationaal kampioene. Vierde op de WK in 2016. Zij niet bij de beste drie. Wel Das. En hier ziet ze dat. Dat niet haar ploeggenoot nummer 1 is, maar dat zij dat gewoon is. Anis Das. Prachtig. Leenstra is de nummer 2. En Letitia de Jong als nummer 3 houdt kans om naar de Spelen te gaan op deze 500 meter. Onderaan in de matrix, dat wel. En daar zullen ze hier nog wel even over hebben. De Neling zit er net naast met 38-64. En dat geldt ook voor Marion Kuipers met 38-67. Want daar staan de verschillen. 38-42.